Als je verhuist naar een nieuw ziekenhuis, dat is natuurlijk iets anders dan verhuizen naar een nieuwe woning. We hebben ongeveer 1000 ruimtes in dit ziekenhuis. We hebben 22 verdiepingen. We hebben 65.000 vierkante meter dat je moet leren kennen als medewerker. Dus vandaar dat we eigenlijk kennismakingsdagen organiseren om de medewerkers vertrouwd te maken met hun nieuwe werkplek. Je maakt kennis met het gebouw natuurlijk op een halve dag of een hele dag, afhankelijk van welke rol je in het ziekenhuis vervult. We hebben dan 3 grote blokken. Het eerste blok dat doet iedereen, dat is het kennismaken met het gebouw aan de hand van een spel, een escape room-achtige formule die we daarvoor hebben bedacht. En dan hebben we als tweede een infomarkt, waarbij dat we alle nieuwigheden voorstellen in het ziekenhuis, hoe we omgaan met afval bijvoorbeeld, maar ook hoe de branddetectie in elkaar zit. En dan ten derde hebben we eigenlijk kennismaking met alle nieuwe installaties en met nieuwe toestellen. Dan denken we aan bedden bijvoorbeeld, maar we denken ook aan de nieuwe teliften. We denken aan de medicatiekasten die nieuw zijn in het ziekenhuis. En zo maakt eigenlijk dat we een volledig programma hebben voor sommige medewerkers, voor andere medewerkers een halve dag. Er zijn 6 stappen normaal in de techniek van handhygiëne. Dus ik zou jullie willen uitnodigen om nog eens handhygiëne techniek toe te passen. We hebben voor een spel gekozen om het op een fijne manier kennis te maken met het gebouw, op een interactieve manier. Ze gaan dus in kleine groepjes doorheen het gebouw en ze doen aan de hand van opdrachten leren ze eigenlijk het gebouw kennen. Dat betekent dat ze aan de hand van puzzels, opdrachten, laserroom bijvoorbeeld, doorheen het gebouw gaan. En voor na de kennismakingsdagen hebben we dan nog een extraatje gemaakt en hebben we een klein handig boekje in zakformaat waarin alle info nog samengevat staat. De 1300 medewerkers die naar hier verhuizen, dat betekent dat we 4 grote doelgroepen hebben. 1 doelgroep het zorgpersoneel, de tweede de grote doelgroep ook van artsen. Dan hebben we het ondersteunend personeel en we hebben het administratief personeel. Ondersteunend personeel denken we bijvoorbeeld aan schoonmaak en de mensen van de keuken. En voor elke doelgroep hebben we eigenlijk een programma op maat gemaakt. Ik vind de aanloop naar de verhuizen natuurlijk heel spannend. Het is een groot ziekenhuis dat verhuist. Veel medewerkers die opgeleid moeten zijn. Dus ik hoop dat iedereen zich goed thuis voelt in dit ziekenhuis.